Hallo lieve kinderen, wat fijn dat jullie weer kijken. Er is een heleboel gebeurd en daarom gaan we heel snel naar het kasteel. Daar verdeelde Huispiet vanmorgen de taken. Maar Hoofdpiet, die was het daar niet helemaal mee eens. Ja, zeker. Is het volgende idee? Nou, kijk, want ik heb dit jaar corvée ingevoerd. Dus als jij nou alle Pieten roept... Meteen een mooie taak voor mij. Dacht ik al. Pieten, hallo, joe, Pieten. Pieten! Zo, dat is fijn dat ik jullie even allemaal bij elkaar heb. Want onze Huispiet wil namelijk corvée invoeren. Corvée? Ja, corvée. Vorig jaar ruimden jullie je zooi niet op en toen hadden we aan het einde alle troep. Dus corvée? Ja, heel erg van jullie dat jullie je troep niet opruimen. Nou, Hoofdpiet. Ik vond vanmorgen van jou ook nog een paar deel maar uit. Nou, hier hebben we de corvée-lijst en dan heb je iedere dag een andere taak. Het roze, geef je door naar achter. Ja, ja. Oh, ja, ook goed. Dank je. Ja, geef maar door naar achter hoor. Zo. Zo. Nou, is het voor iedereen duidelijk? Ja, Hoofdpiet. Zeker weten? Ja, Hoofdpiet. Dan zou ik zeggen, aan het werk allemaal. Bed op maat. Zo, ik ga aan de slag hoor. Huispiet? Ja? Mijn naam staat bij de afwas. Ja, jij moet ook gewoon werken, Hoofdpiet. Daar heb ik als Hoofdpiet toch helemaal geen tijd voor. Ik heb wel wat anders te doen. Jammer dan. Doeg. Succes hè, Hoofdpiet. Dag. Dag. Ik heb helemaal geen tijd voor. Ja, wat moet dat? Moet dan maar. Dag. Dat is toch knap hè, van Huispiet. Hoe zij al die pieten aan het schoonmaken krijgt. Dat lijkt me voor thuis eigenlijk ook wel wat. Moet ik ook maar eens proberen. Voor ons volgende onderwerp schakelen we over naar Magic Piet. Want Magic Piet, er zijn een heleboel vragen binnengekomen voor jou. Hoi Anneleen. Hoi, hoor je me al? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. De kinderen die hebben een heleboel vragen. En daar ga ik er een paar van stellen. Zo vragen Jens en Jas zich af hoe jij ooit Magic Piet bent geworden. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Toen ik nog een heel klein Pietje was, eigenlijk alles wat ik toen aanraakte... verdween plotseling. En eigenlijk zei Sinterklaas toen dat ik een hele bijzondere Piet was. En sindsdien ben ik eigenlijk de Magic Piet. Oh, jeetje. Dat was zeker wel gek, hè? Dat steeds van alles verdween. Ja, dat was heel gek. Maar gelukkig kon Sinterklaas me wel helpen. Heb je nog meer vragen? Ja, even kijken hoor. Ja, er zijn heel veel vragen. Oh ja, dit is ook een hele leuke vraag. Kan jij jezelf ook wegtoveren? Magic Piet? Joehoe! Waar ben je nou gebleven? Waar is hij nou? Tada! Daar ben ik weer. Ik denk dat ik je vraag nu al heb beantwoord. Nou, wauw! Wat ontzettend goed zeg! Je was weg voordat ik het door had. Eigenlijk moeten we door met het nieuws. Maar ik heb nog één vraag. Is het wel eens gebeurd dat iets wat jij had weggetoverd, niet meer teruggetoverd kon worden? Nou, dan heb ik iets heel grappigs. Ik heb een keer Muziek Piet zijn stem weggetoverd. Toen was het wel heel rustig, kan ik je vertellen. Maar gelukkig is het na een paar dagen wel weer gelukt om zijn stem terug te toveren. Oh, de stem van Muziek Piet weg? Oei. Nou ja... Dankjewel Magic Piet voor het beantwoorden van al deze vragen. Maar we moeten nu echt snel door naar Sinterklaas. Doei doei, tot gauw! Sinterklaas ontving vandaag bezoek. Namelijk van burgemeester Pieter van der Werf op het kasteel. Kijken jullie mee hoe dat ging? Burgemeester van der Werf, wat een haast. Ja, Sinterklaas, sorry. Ik wist niet dat u open zou doen. Ja, wat kan ik voor u doen? Ja, Sinterklaas, ik heb wel even iets. Vorige week, zaterdag, was ik hier en licht brandde. En toen kwam ik een mevrouw tegen, een vreemde mevrouw met een dweil. Oh, u bedoelt Emel.
Ja, die bedoel ik. Maar... Emel is goed volk, burgemeester. Ja, dat is goed volk. Sinterklaas, waarom heeft u dat niet verteld? Ik was al jaren op uw kasteel. Ja, ik denk dat Checkpiet dat vergeten is door te geven aan u. Dat had hij wel moeten doen. Dat is wel heel erg Ja. Maar Emel is goed volk. Dat is geen Spanjaard, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou ja, maar dat hebben we net gehad met 3 oktober, dus daar hoeven we niet over te praten verder. Weet u wat, burgemeester? Komt u volgende week even terug en dan gaan we langs bij Piet Naald en Draad. En dan ga ik nu weer verder met de vlaklijstjes. Fijn, Sinterklaas. Ja. Dank u wel voor uw tijd. Dag. Moet ik in hemelsnaam bij Piet Naald en Draad doen volgende week? Vreselijk. Sinterklaas is duidelijk iets van plan met burgemeester Pieter van der Werf. Maar wat dat is, daar zien we volgende week vast meer van. Voor nu sluiten we af, maar volgende week zijn we er weer met 3 nieuwe afleveringen van Sinterklaas Nieuws Leiden op maandag, woensdag en vrijdag rond de klok van 16:30. Deze aflevering sluiten we af met TikTok Piet, die net als altijd een TikTok maakt op het liedje Hey Sinterklaas. En wie zou ze nu weer zo ver hebben gekregen om met haar mee te dansen? We gaan kijken. Ik zeg voor nu alvast welterusten en tot volgende week. Doeg! Kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen.